is this make belief, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Yes. Yo allemaal, ik ben Tim Tigran. Ik ben Devin. Wat we gaan doen, we gaan een video van 2014 terugkijken. Er zit een tof verhaal achter. Dit is een iets andere video vandaag, maar wel een hele toffe story. Dus die gaan we jullie even nu laten zien. Oké, we beginnen even. Eerste video. We beginnen met kijken. Rotterdam Trespassing Heights. We gingen hoogtes in, dus... Ja, het doel was om in een kraan te klimmen. En het gebouw wat ernaast stond. En het gebouw wat ernaast stond, inderdaad. Het was het terrein van het ziekenhuis, zeg maar. Ja. En daar stond eerst een oud ziekenhuis, wat is gesloopt. En dan gingen ze weer opnieuw bouwen. Dus het was al een beetje sketchy dat het op een plek was waar gewoon veel mensen zijn overleden of ziektes hadden. Ik ben zelf niet heel bijgelovig, maar wat er gebeurde, kijk het maar gewoon en je ziet het vanzelf. Ja, dat hadden we inderdaad niet gedacht. Hier lopen naar het gebouw. Klimmen over het hek. En wist je nog dat het in het begin trouwens was dat echt super eng? Want we zagen bordjes van waakhonden en zo. Dat was echt kapot ziek. Ja, toen we daar dus al aankwamen zagen we inderdaad borden met waakcontrole en overal camera's, eerlijk. En die borden maakten het allemaal super eng. Dus we zaten, volgens mij hebben we eerst zelfs nog een rondje gelopen om dat pand heen. Ja, om te kijken waar het kon. Ja, want het was ook een beveiliging. En die liep daar ook af en toe een rondje. Dus. Maar we waren er overheen, ging het gebouw in. Ja, trap op naar boven, toffe shots gemaakt. Ja, fucking ziek. Dat was echt vet man eigenlijk. Ja, dat was ook echt een van de eerste climbs die we hebben gedaan. Ja, samen al. Dus 2014. Ja. Kun je nagaan, we deden eigenlijk altijd al dit soort avonturen. Fucking leuk. Maar... Ja, we filmden het wel, maar zonder het te vertellen. Dus nou, nu vertellen we het. Het is een ziek hoog gebouw, sowieso. Dat zie je hier ook inderdaad. Ja. We waren eerst het gebouw dus ingegaan om te kijken hoe dat eruit zag. En ik vond het best wel creepy, want het waren hele lange donkere paden, zeg maar, die erin zaten. Want het was gewoon een groot gebouw en veel etages, ja, toch? Zeker. Oké, maar hier is dus de story. We hebben hier alleen foto's van, niet video alleen. We waren dus helemaal bovenaan in het gebouw gekomen. En toen hadden we wat foto's gemaakt. Ja, we hadden wat foto's gemaakt. En ja, wat het vage was, we voelden ons al niet heel chill. We dachten, nou, we gaan snel die kraan in, maar het was super hard aan het regenen. We hadden die foto's nog niet teruggekeken daar. Nee, we hadden foto's gemaakt thuis inderdaad. En we wilden teruggaan. En ineens, uit het niets, ging er een radio aan. Ja, twee etages onder. Het was helemaal stil daar. Echt, het was heel de tijd stil. We hebben daar langs gelopen. En toen we naar beneden gingen, ineens ging die radio aan. Ja, maar toen waren we eigenlijk bang. Ja, echt zo'n beetje oude reuze radio. Ja. We waren eigenlijk bang dat daar dus beveiliging zat of zo, die even zo'n radiootje aan zat. Maar dat was dus niet het geval. En dat was het enge. Dus toen dachten we, nou, we gaan snel die kraan in. Kijk maar verder. We gaan nog niet de foto laten zien trouwens. Nog niet. Later. Jullie krijgen zo de foto gezien die we hebben gemaakt waar we achteraf achterkwamen, zeg maar. Ja. Maar we waren dus langs het geluid, langs de radio naar beneden gelopen. Het was echt super raar. Er was niemand, maar de radio bleef doorlopen. We waren snel daar langs gelopen. En toen kwamen we bij de hijskraan aan. Boom, sprongetje daar naartoe. Super sketchy, want het was super nat overal. Ja, het was heel glad, want het was echt de hele nacht al aan het regenen. Ja. Ja, hoe laat was het ongeveer? Rond 1 uur of zo? Ja, 1 uur of zo, denk ik, ja. En toen klommen we die hijskraan op en toen zagen we aan de overkant, dat was het nieuwe Erasmus. Het ziekenhuis dus. Ja. En daar zagen we dus mensen zitten in die, kamers. Ja. In het ziekenhuis. In het ziekenhuis. Vet naar. Maar die zagen ons allemaal niet gelukkig. Check die regen. Ja. Het regent echt volop. Beetje Snapchats maken. Op Instagram. Oh, Snapchat, ja. Oh ja, volgen jullie ons nog niet op Instagram? Doe dat dan eventjes. Ja, en op Snapchat ook natuurlijk. Snapchat ook inderdaad. Allebei dezelfde naam. Dus hier zie je Snapchat en Instagram van Tim. En hier zie je die van mij. Zeker doen, want we posten daar echt super veel foto's. Ook inderdaad van dingen die we nog niet hebben laten zien. Precies. Yes, we gaan verder. Dit uitzicht was echt ziek. Ja. Het was ook echt een hoge, hoge hijskraan. Daar deden we het ook echt wel voor dat uitzicht. En dit hadden we dan toevallig gefilmd. We wouden even een tof filmpje van maken. Ja. Die Tim voor mijn verjaardag had afgemaakt. Dat was echt. Oh ja. Ik was een jarig. En toen dacht je zo: joh, bro, kijk nu de video. Oh, vet. Ja, je ziet hier heel goed dat het ook echt super hard waaide. Dat is weer nergens op. En die kraan voel je dan ook gewoon heen en weer gaan. Ja, dat is het enge. Dat is echt wakker, toch? Overal waar wij boven komen, wat gebeurt er? Sowieso voel je het bewegen. Ja, ja. Als je echt op grote hoogte bent, dan voel je het gewoon heen en weer gaan. En het zit gewoon echt in... Ja, het maakt niet uit wat voor toren het is. Als het een hijskraan is die beweegt, een elektriciteitsmast, alles beweegt als je boven bent. En dat is het nare. Maar het blijft wel staan, ja. Maar toch, het voelt niet echt heel erg relaxed. Worden daar dingen mee gehijsd, dus het blijft echt wel staan, weet je wel. Precies. Kijk, hier zie je dat we dus checken of we dat kamertje in kunnen. Maar dat zit eigenlijk in Nederland vrijwel altijd op slot. Dus je kan eigenlijk nooit die arm rechtdoor oplopen. Dat gaat eigenlijk haast niet.
Of om via de buitenkant te klimmen, maar het regende gewoon te hard. Ja. Wow, 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 we zijn nog een heel stuk verder. Oké, ja, let op. We waren toen inderdaad, hebben dat gezien, allemaal gedaan. Gingen weer naar beneden. En hebben nog een paar shots gemaakt. Wat we toen hoorden, overal geblaf. Ja. In dat gebouw gewoon. We hoorden geblaf van honden in dat gebouw. En we zagen niet hoe snel we weg moesten. Nee. Echt niet normaal. Dus hier zie je ons echt gewoon wegrennen. Ja. Dat was ook echt gewoon sprint. Het was hekjes. Al in die kraan, onder in die kraan, ja, hoorden we die honden al. Hoorden in die honden. En toen dachten we, hoorden we dat nou goed? En toen hoorden we ook die radio weer een soort van vaag. Ja. Toen dachten we, nou, we gaan gewoon zo snel mogelijk sprinten. Maar ik denk dat die radio daar niks mee te maken had. Dat leek me meer van een andere. Ja. Maar die hoorden we wel. Ja, ja, maar die honden die waren toen ineens daar zo. En toen waren we echt al lang in die hijskraan geweest. Ja, maar die waren nu in dat gebouw aan het zoeken, want ze hebben ons waarschijnlijk op de camera's gezien. Maar hier komt dus de hele deal. Toen kwamen we thuis, uiteindelijk. Want hier zit de video er alweer op. Toen gingen we even op zijn kamer terugkijken wat voor foto's we nou hadden gemaakt. Zieke foto's. Wat voor video's, hele toffe foto's. Maar die foto in dat gebouw, die helemaal bovenaan is genomen, net voordat we de radio hoorden. Daar zagen wij in de weerspiegeling een soort van gedaante, ja. Een soort van meisje, een geest zou je kunnen zeggen. Kijk zelf eventjes, hier heb je een foto. Hier heb je een foto. Ben ik heel benieuwd of iemand er iets in ziet. Ja, weet ik ook niet. Maar echt waar, ik heb meerdere mensen laten zien en die waren echt van nee. Wat is dit, weet je wel? Nee, dit maar is het, het is niet geshopt. Het was echt zo. En misschien echt is het gewoon een weerkaatsing van iets wat daarop lijkt. Ik weet niet, maar het is te toevallig dat we daarna, want toen gingen we nadenken van wacht, en nou hoorden we gewoon die radio af. Ja, en dat was het kut. En toen konden we dus heel de nacht niet meer slapen gewoon ook. Dit was in ieder geval echt een super ziek avontuur. En zo zien jullie maar weer dat we echt al heel lang met die dingen bezig zijn. En nu zijn we dat gewoon gaan filmen voor jullie en voor iedereen en voor onszelf. Ook en nu kunnen we ook dat oude verhaal nog vertellen aan jullie. Ja. En als jullie dat nou vet vinden, laat even een like achter. Misschien hebben we nog een ander verhaal. Durf je niet helemaal met 100% te zeggen. Nee. Maar wie weet komen we nog wat tegen of iets van wat we nu doen. En hou ons kanaal sowieso in de gaten. Want we hebben echt een heel leuk nieuw concept. Waar binnenkort een trailer van komt te verschijnen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus sowieso doen. Zorg dus dat je geabonneerd bent. Want dan ga je dat sowieso niet missen. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Yes. Later. Yes. Later. Come on, much information. Come on. Too much information. Come on. Too much information. Come on. Are you blind, people? How did we make it this far? Do you understand that mankind is being pitted against mankind? How did we make it this far? In a battle so intense that brother and sister are unrecognizable.